En dat vond ik wel geschikt om de show mee te starten. Ja, ik ga nog even naar een woordje richten naar het volgende nummer, naar Wild Juice natuurlijk. Yes, Michael and Taffy. The last two songs of your CD, Goodbye to Yesterday, will be played this evening at my show, The Free Country Eagle. Of course, we thank you all the effort you took to recording my show and put it on the social media. We appreciate that very much from SazzFM, because it's a promotion back for our station, Wild World. So we hope you will tune in maybe every week to listen to SazzFM and especially to the Free Country Eagle. So we will play the song from your album, Goodbye to Yesterday, the winning hand. Always been a loner and choosing to be. But since I met you, something's happened to me. I've had loves, and some say the best. Duo Wild Juice met het nummer The Winning Hand van hun album Goodbye to Yesterday. Ja mensen, als je nog geen kerstcadeautje hebt, misschien is dit een idee. Ga even naar de website van CD Baby en dan kan je het album van het power duo Wild Juice bestellen. I told my listeners if they haven't a Christmas present already, they could go to the website of CD Baby and maybe they could order your album, Taffy and Michael. Ja, van Wild Juice gaan we naar een Nederlander, Timber. Die brengt in 2016 het album Clouds op de markt. 2014. Ja, we zijn aangekomen met het laatste nummer van Goodbye to Yesterday van power duo Wild Juice. En we gaan naar het laatste nummer luisteren wat op dit album staat.
Living on the Edge. Ja, ik denk dat we misschien ze allemaal wel een keer dat gevoel hebben dat we net op het randje leven. Maar we gaan het laten zingen door Wild Juice.
Yes, that's the last song on the album Goodbye to Yesterday from power duo Wild Juice. And power duo are Michael Sands and Taffy Anderson. Michael, we do not hope, we have to wait another 5 years before you bring some out new material. Your songs are very good. Every song has a story behind it. And I like that the music you put it on this CD, like this song, Living on the Edge. I find personally one of the better songs on your album. So I hope we could give you some promotion in the last 7 weeks for your album. You worked 5 years very hard on it, and it is a very good product you did bring out on the market. Ja, gaan we verder met de orde van de dag. We gaan nog eens luisteren naar een stukje Nederlandse muziek, naar Timber, van zijn album Clouds 2016. En hier is hij dan, Timber.